gelukkig is die Pierre Jansen nou weg. De paljas van een directeur, joh. Man met allerlei middeleeuwse ideeën. Dan kan er eigenlijk eens een frisse wind door die academie gaan waaien. Een frisse wind? Ja, die school van ons die moet nodig gedemocratiseerd worden. Gedemocratiseerd? Gedemocratiseerd, ja. Democratie op school, dat ze inspraak krijgen. Inspraak? Precies. Wij willen zelf bepalen hoe we onderwijs krijgen. Zou je dat nou wel doen? Ja, maar natuurlijk, Tante Nel. Daar is dit het perfecte moment voor. Wij gaan zelf een nieuwe directeur kiezen. Waar hebben jullie daar verstand van dan? Nou, Adrie wel, hoor. Hij nou toch eens uit. Je hebt het nou toch overal? Je hebt het overal, Antonelle? Hé, nou, inspraak, het moet allemaal democratisch. Aan het toneel? Ja, precies. Want de jongere generatie die pikt het niet langer. Wat niet? Dat ze maar moeten spelen wat ze opgedragen krijgen. Daarom heb je nou toch ook die actietomaat? Actietomaat? Ja, die studenten, ja. Die gaan bij zo'n ouderwets stuk, gaan ze achter in de zaal zitten. En dan gooien ze met tomaten. Studenten? Toneelstudent. Ken je daarvoor studeren dan? Ja, dat jij al. En die gooi je dan met tomaten? Van die rode. Ja, ik weet toch wat tomaten zijn? En die gooi je dan in de Schouwburg? Tuurlijk. Waarheen? Ja, naar het toneel. Hé? Ja, naar die acteurs. Van de week ook hier in Rotterdamse Schouwburg, zeg. Hey, die Max Rozet, weet je niet? Die krijgt een eentje boven op zijn porum. Dat is toch schandalig, Simon? Ja, dat is al best een komisch, maar ik schrijf er natuurlijk een heel mooi artikel over in de Bruin Rotterdammer. En verkopen ze gek. Ah, we zijn er weer. Het gaat weer om de poen. Tuurlijk. Ik reken bij de losse verkoop, reken ik op dubbele cijfers. Studenten, Simon, die moeten de kop houden en studeren. Dag, dames. Dag, Simon. Hebben we straks een plenaire vergadering? Dan gaan we de procedure bepalen. En dan krijgen we een nieuwe directeur met een ander profiel. Een ander profiel? Ja, een man die voldoet aan de eisen van de studenten. Zodat we de lessen krijgen die wij willen. Is dat nou wel verstandig? En met Tante Nel, hier gaat het toch net zo? Hier? Ja, in de wasseretten. Oh ja? En wij beslissen toch ook alles samen? Jawel. Van de week nog over dat dobbelman. Ja? Nou, u wou bij Dixon blijven, maar uiteindelijk vond u het toch goed. Ja, omdat het een goed idee was. Ja, maar wij hebben ook goede ideeën. Democratische besluiten zijn het beste voor iedereen. Nou, laten we dat dan maar hopen. Ja, ze hebben begonnen met die voorstelling Toller van de Nederlandse Comedie. Terecht! Toen zijn ze met tomaten gaan gooien, want het was zo'n verschrikkelijke voorstelling. Maar zeg dat, vriendje Stokwis, zeg dat! Ik was op de première, het was zo verschrikkelijk slecht. Ik zeg tegen moeder... Hier moet de politie bij. Ja, en nou willen ze dus, die studenten dus, die willen dus dat het toneel aansluiting vindt bij de hedendaagse ontwikkeling. Nou, daar is toneel ook voor. En dat als het ware een weerspiegeling wordt van de maatschappij. Nou, maar dat is ook altijd de bedoeling geweest. Ja, daarom. For anything so overdone is from the purpose of playing. Whose hand? Both at the first and now was and is to hold, as it were, the mirror up to nature. William Shakespeare. Heel goed, vriendje Stokvis. Hamlet tegen de toneelspeler. De buitengewoon. Derde bedrijf, tweede toneel. Dat jij kent je klassieker. Jazeker, maar meneer Harmsen, die hele Nederlandse komedie. Dat zijn een stelletje naar binnen gekeerde, zelf ingenomen acteurs en actrices, sorry. Kijk u eens. Oh. Alsjeblieft. Tomatensoep? In één keer goed. Goedemiddag. Dat hele toneel, dat moet helemaal op de helft. Lul toch niet zo stom, Simon. De koeibaan. Meneer Harmsen. Neem me niet kwalijk. Dat neem ik je wel. Oh. De vriendje Stokvis zit hier een uitermate boeiende verhandeling te houden... over ons verlopen toneelbestel en jij... Pas daar doorheen als een barbaar. Dat wel natuurlijk. Ja, dan ga dan maar zitten en dan hou je mond. Ja, meneer Harmsen. Soepje, Jacobus? Nou, hoeft niet hoor, Simon. Ik heb hier ook mijn boterhammetjes. Dat koei. Meneer Harmsen. Een vriendje Stokvis heeft een exquise flutide tomaat bereid. En jij hoeft het niet. Is het zo lekker dan? Het is verrukkelijk. Oh, nou, dan graag, Simon, dan graag. Kijk eens even je Jacobus Astenblad. Dankjewel.
Zeg, goed blazen, hoor, Koeima. Het is heet. Ja, natuurlijk, meneer Harmsen. Dat moet jij zelf niet, frietje Stokvis. Nee, meneer Harmsen, ik mot naar Amsterdam. Ja, ik mocht nog tanken ook. En om 2:30 begint daar in de Schouwburg een hearing. Een hearing? Ja, dat is een vergadering. Ik heb die Guus Oster, die heeft dat georganiseerd. Die is de directeur daar ook. Komt ze allemaal bij elkaar? Gaan ze over oude hoeren? Ja, dan moet ik als bruid er natuurlijk bij zijn. Maar natuurlijk, een heel verstandig frietje Stokvis. Wat u zegt, meneer Harmsen. Ga maar gauw, hoor, Simon. Een koeibaan. Ja, meneer Harmsen. Blazen! Oh ja, Timmy. Zeg, doe van mij de complimenten aan de heer Aster. Dat zal ik zeker doen, meneer Aster. Dag! Die Aster zal zijn handen vol hebben aan die studenten, de oude rokkenjager. Vriendje Stokvis is toch een geweldenaar, hè? Vind je niet, Koeman? Nou. En dat hij dan toch met jou bevriend is, hè? Ik vind het zelf ook wel eens gek, meneer Harmsen. Zeg, zou je niet eens beginnen, hè? Beginnen, hè? Dat aan je soep. Oh ja, nee, natuurlijk, meneer Harmsen, ja. Dag, koeipan. Je hebt misschien wel gelijk. Nou, ik heb zeker gelijk. Maar dan ga je toch niet zomaar van school? Ja, maar tante Nel, je moet wel een beetje principieel zijn. Als dat bestuur jullie je zin niet geeft, dan hebben ze daar toch hun reden voor. Maar tante Nel, dat zijn allemaal reactionairen. Ik houd voor gezien daar. Kan die eindelijk een vak gaan leren? Trouwens, hij zit toch al in zijn laatste jaar. Dat is juist zo doodzonde. Nog een jaartje heeft ze diploma. Oh, een diploma? Dat lijkt mijn vader wel. Daar heeft uw vader dan ook gelijk in. Een artiestendiploma, dat hangt er nog niet op de wc. Maar ik heb je gewaarschuwd, als je dat maar weet. Ja, tante Nel. Vroeg of laat vragen ze je toch altijd naar je papieren. Ja, maar tante Nel, Vincent van Gogh, die had ook geen diploma, hoor. Ja, en die is dan ook straatarm gestorven. Zo is dat. Had hij maar buschauffeur moeten worden. Had je toen nog niet, hoor. Buschauffeurs? Nee. Die zijn van alle tijden, hoor. Wat, bussen? Hé? Eind vorige eeuw, hoor, ja. Eind vorige eeuw? Ja. Nou, toen had je nog geen bussen, hoor. En ook geen buschauffeur. Nee, maar wel Vincent van Gogh. En daarom is hij het niet geworden. Ja. Goedenavond. Simon. Zo, Stokvis. Mag ik jullie even voorstellen? Nederlands hoop in bange toneeldagen. Josine van Dalsen. Gezelschappen, de Haagse Komedie, de Nederlandse Komedie, het Nieuw Rotterdamse Toneel. Dat zijn allemaal ivoren torens. Ja, waar de bureaucratie hoogtij viert en waar de democratie ver te zoeken is. Is dat nou wel echt zo? Die Guus Oster die gaf het zelf toe. Hij zei, we gaan het helemaal anders doen. Oh? Maar daar geloven wij geen snars van. Dat is repressieve tolerantie van het zuiverste water. Wie zijn moeder? Repressieve tolerantie. Hé? Ja, dat is schijnbare verdraagzaamheid van de gevestigde orde. Zo van, jongens, jullie hebben groot gelijk, maar wij blijven hier lekker zitten. Op het plus. Dat is net als bij jou op school. Het is alsof ik mezelf hoor. Dus Josine, als ik het nou goed begrijp, moet het volgens jou met het toneel helemaal anders. Totaal! Hoe dan? Ja, nee, wacht even. Ja, daarom heb ik het dus meegenomen naar Rotterdam, hè. Aanstaande zaterdagavond op de Kegelclub doe zij een toneelstuk, ja? En dan kunnen wij met z'n allen zien waar of dat het met het toneel naartoe moet. Op de Kegelclub? Kok ook tevreden. Kok ook tevreden? Het water staat de club tot aan de lippen, hè? We dragen een knaakje entree, stijf uitverkocht. Stijf uitverkocht. Ja, natuurlijk, Josine is wel even de kleindochter van Albert van Dalsen, hoor, hè? Nooit van gehoord. Adrie, jij doet de decors? Tuurlijk. Hij heeft geen diploma, hoor. Wat diploma? Bas doet de techniek. Mooi. En dan doe ik een heel modern stuk. Ja, en dat schrijf ik. En dat schrijf hij. Ja, zeker weten.
En moet ze dat dan voor zaterdag nog helemaal uit het hoofd leren? Uit mijn hoofd leren, mevrouw Kooijman. Doe niet zo ouderwets. Ze leest het gewoon voor. Ja. Fantastisch. Ja, en het uitgangspunt wordt dat de vrouw zich niet langer door de man laat knechten. Echt waar? Ja, dat de rollen worden omgedraaid. Voortaan heeft de vrouw de broek aan. Voortaan heeft de vrouw de broek. Schij nou toch uit, Simon. Unisex. Ja, schrijf op. Unisex. Unisex? Doet Adrie de kostuums? Uiteraard. Nou, wat betekent dat dan? Dat ze hetzelfde aan hebben. Wie? De partners. Zo hebben Adrie en ik dezelfde zwembroek. Het moet nou toch niet gekker worden. Nou ja, iets ander maatje. Ja, en daarmee zeg je dus, wij zijn gelijkwaardig. Nee, wacht even. Nee, de vrouw heeft de broek om. Ja, nee. Inmiddels ben ik alweer veel verder. Tuurlijk. Ja, dat is nou net wat wij willen. Toneel maken is een continu proces. Een denkproces. Een continu creëren. Ja, dat is dé voorwaarde voor verandering. Misschien doen wij straks wel helemaal geen tekst. Niet. Nee, misschien doen wij alleen maar muziek. Ja, het is een proces dat gaat maar door en dat gaat door en door en door. Is er grandioos of is er grandioos? Hè? Ik moet hier slapen. Wat is er? Hij moet hier slapen. Waarom? Papa en Josien moeten repeteren. Ja, dat repeteren, dat ken ik, ja. Mag ik erbij? Tuurlijk, schat. Jongen. Je wordt bedankt, Stokvis. Is voor de club, hoor je, Kobus. Ik doe het ook voor jou. Ja, dat zal wel, ja. Ja, dat zal zeker wel, ja. Welterusten, meneer Kooijman. Jongen. Ja. Misschien is het wel serieus. Wat? Nou, dat ze wat krijgen. Wie? Nou, met elkaar. Met z'n Amsterdamse zeker. Dat is een hele leuke meid om te zien, hoor. Ja, maar er komt geen verstandig woord uit. Slaap lekker, lieve schat. Rusten. Stokvis, doe ogenblikkelijk die muziek uit! We zijn aan het repeteren, ja? Doe die muziek uit! Het wordt echt grandioos en ik doe namelijk zelf ook mee! Ik moet slapen! Het moet zaterdag al klaar zijn! Oma Jaap! Nou, heb je nou je zin? Nou is dat kind wakker. Kom nou lekker liggen, Jaap. Ik doe zo toch geen oog dicht, nou! Ja. Heerlijke muziek. Jongen. Ja, mevrouw, u bent de zoveelste al. Dat mijn oprechte excuses. Dat komt allemaal door Kooijman. Kooij!
ik ben eigenlijk al een beetje te laat, hoor, meneer Harms. Een beetje te laat? Het regent klachten, koeienman. Oh ja? De mensen komen allemaal te laat op hun werk. Daar, het komt allemaal door koeienman. Ik heb het een beetje verslapen, meneer Harms. Een beetje verslapen? Ik heb de hele nacht geen oog dicht kunnen doen. Dat, maar dat is toch geen excuus? Het komt allemaal door koeienman. Nou, nee, eigenlijk door Simon. Wel ja, nog geen vriendje stokvis, maar weer de schuld. Ja, nee, nee, meneer Harms, hij heeft een vriendin. Ja, en daar heeft hij de hele nacht mee, u weet wel. Nee. Ja. Het komt allemaal door Vietje Stokvis. We hebben zo'n babyfoon, weet u niet. En nou, dat ging de hele nacht maar door. Nou, dat is verschrikkelijk. Ja, muziek erbij. En wat zeiden ze dan? Ik kon niet verstaan, meneer Harms. Ze was allemaal in het buitenlands. Hij zal toch niet verliefd op haar zijn? Ze tem, de hele nacht maar door. Maar dat houdt hij van de... Echt waar? Nee, natuurlijk, koeien, maar wat dacht je dat dat betekent? Ze tem, een broodje camembert? Nee, dat niet natuurlijk. Dit is een ramp, koeienman. Nee, dit is verschrikkelijk. Ach, vriendje Stokvis, wat doe je me aan? Heb je nou in de gaten, meneer Harmsen, hoe onbetrouwbaar of dat was? Ja, zeg dat, koeienman, zeg dat. Dit is een dolkstoot in mijn rug. En dan gaat hij ook nog aanstaande zaterdag op de kegelclub. S'avonds gaat hij een toneelstuk met te staan te spelen. Werkelijk waar? Echt waar. Koeienman. Dan gaan wij daar samen naartoe. De koeienman, waar blijf je nou? Ja, op Zuid waren alle zaken dicht, meneer Harms. Ik ben er helemaal voor naar de stad gemopt. Daar schiet dat maar op. Ja. Alsjeblieft. Lekker. Dan staat er 4,80 van u. Voor één pilsie? Ja, 4 wijntjes voor meneer Harms, hè? Dankjewel, koeienman. Dames en heren, mag ik heel even uw aandacht? Ik zou u graag willen presenteren het nieuwste stuk van Simon O. Stokvis, met in de hoofdrollen hijzelf en niemand minder dan Josine van Dalsem. Getiteld L'amour, toujours l'amour. Dan schep ik u nog even lekker een bordje op. Het lijkt me een uitstekend idee voor iets Stokvis. En dan ga ik ondertussen
mijn slager een hand geven. Mijn zwager. Mijn zwager een hand geven. Ja, maar ik heb helemaal geen zwager. Nou, doe dan maar uw slager. Heel graag. Goedemiddag. Ja, Pio. Roostokvis. Zou je kopen? Dat is de beste sigaar. Mag ik wel zeggen, ja. Heb ik gekregen van mijn baas, de heer Harmsen. Die heb ik gisteravond in totaal ontredderde toestand naar huis moeten brengen na jouw bespottelijke toneelgedoe. Man was volledig in de war. Is mij nu uiterst dankbaar, dus mijn promotie is nu definitief aanstaande. Gefeliciteerd. Dankjewel. En dan ken jij 100 keer mijn buurman zijn, Stokvis. Maar ik ga te vertellen dat jij hier weer staat te koken en dan vlieg jij er definitief uit. Nee, hè? Ja. Goeiemaar. Ja, ze. Ik heb geweldig nieuws. Josine is weer terug naar Amsterdam. Oh? Vriendje Stokvis is weer vrijgezel. Het was allemaal niet echt. Niet? Het was allemaal maar spel. Hè, vriendje Stokvis? Tuurlijk. Kijk nu, Harmsen. Toch heerlijk. Koeiman, Nino ook eens zo'n heerlijk bakje tomatensoep. Ja, meneer Harmsen. Wel goed blazen, hè?